will talk in Dutch, because the people don't understand English, but you can talk during the consultation. Okay? Mm-hmm. Kunnen jullie nog van vorige keer vertellen, toen jullie hier waren? Weet jullie nog wat we toen hebben gedaan? Ja, nou, even. Even спрашивают, это стандартная процедура. На первой странице есть подсказки. Вы увидите диск на русском языке, там вопросы, которые он задает. Почему? Какая основная причина обращения в нашу клинику? Что беспокоит родителей больше всего? Часто это бывает скучность, часто бывают какие-то другие проблемы. Например, ротовое дыхание или там внешний вид ребенка. Вот, они спрашивают, что уже они знают о этом методе лечения. Часто они уже что-то знают, потому что они уже ознакомились с каким-то материалами на сайте, они уже получили какую-то первичную консультацию от ортодонта, который сказал, что им нужно ждать до прорезанности постоянных зубов. Scheve tanden of onderbroken bekaak. Dat is wat er gebeurt, is dat ondanks, net als bij Evie bijvoorbeeld en bij Janno, dat hij ziet dat de tanden niet helemaal recht zijn. Wat normaal gesproken vaak het advies is, is dan om te wachten tot het kind 12 tot 13 of 14 is. Om dan met een vaste beugel, met een plaatjesbeugel, zeg maar, tanden recht te zetten. Dat komt vaak omdat dan pas de ziekenverzekeraar de behandeling vergoedt. Maar dat betekent niet dat eigenlijk een behandeling niet eerder al noodzakelijk is. Dus dingen die wij ontwikkelen zijn gemaakt om juist eerder te beginnen, in plaats van te wachten tot het alleen maar erger wordt. Dus we zien dat bij heel veel kinderen, 3 van de 4, dus 75% scheve tanden ontwikkelt. En wij willen juist graag eerder ingrijpen om niet juist alleen maar de tanden recht te zetten, zoals je zei, maar ons meer te richten op de oorzaak daarvan. Dus verkeerd slikken, mond aanhouden, tongpositie. Lipsluiting en dat soort dingen. Wat wij willen voorkomen is dat we wachten te lang tot het casus te erg wordt. Want een vaste beugel kan weliswaar heel goed de elementen uitlopen om een goede conclusie te bereiken. Подходы в ортодонтии, что брекеты хорошо выравнивают зубы, но, к сожалению, они не обеспечивают стабильность. En juist doordat wij de oorzaak aanpakken, dus de functies van de spieren, kunnen we vaak voorkomen dat we op latere leeftijd beugels. En de reden dat wij liever beugels willen vermijden, is omdat beugels ook schade aan de elementen kunnen uitoefenen. Dus dat betekent dat het glazuur optreedt, schade aan de wortels, omdat er juist heel veel kracht op de elementen wordt uitgevoerd. Wat wij juist willen leren is de tong en de lippen en de wangen te trainen, zodat als we de boog hebben ontwikkeld, dat die niet later weer terug gaat in de oude positie. Родители обычно-то все понимают, они не хотят, чтобы у детей была пожизненная ретенция. Спрашивают сейчас, как ты думаешь, сколько грамм силы нужно, чтобы подвинуть его? Да, он вот спросил детей, сколько они там, каждый угадывает. А ви зовут юнгите зайн, дэнки? Wie zou de jongen zijn? Dat zijn de tanden. Dit zijn de tanden, dit is de lip. Wie is dit dan? De tong. Het blauwe jongetje is de tong. En wat gebeurt er met het blauwe jongetje? Wat doet hij? Hij springt op de tanden, toch? En wat gebeurt er dan met de tanden als hij erop springt? Gaan ze kapot? Он их спрашивает, где, теперь скажи мне, где находится твой язык? И спрашивает ребенка, ребенок говорит, между зубами, внизу, наверху, или он не знает, например. Какой getal zie je bij de tong? Может показать, открыть его. 5 и dan? 500 is dat, hè? En wat zie je hieronder, wat hier komt? Объясняет, что язык оказывает силу 500 грамм, и губы от 100 до 300. 300. Als je dan 500 hebt en 300, welk getal zou je denk ik nodig hebben om de tanden kapot te maken? 100? En wat denk jij? Ook 100. Nee, het is maar 1,7, dus het is maar bijna 2. Dus je hebt maar heel weinig getallen nodig om de tanden kapot te maken, snap je? Dus de tong die drukt, die springt op de tanden en doordat de tong op de tanden springt, dan daardoor gaan de tanden scheef staan.
Dus daarom willen we dat jullie straks een dingetje in de mond doen, zodat dan de tanden weer weg gaan staan. En dat de tong niet meer op de tanden kan springen. Snap je? Ja, jij ook, Ellen? Ja, you tell them about observing the kids or making the notes. Dus de reden dat wij eigenlijk een vaste beugel willen voorkomen, dat is de reden dat wij met deze zachte witjes werken, zoals jij zo mooi kan doen. Is omdat een beugel heel goed moet worden. Een blokjesbeugel is met een draad, een blokjes op de elementen. Als je die niet goed doet, dan zorgt ervoor dat het glazuur beschadigd is, als dan de beugel weer uitgehaald wordt. Dan gaat de tanden kapot, dan krijg je orgaatjes of je krijgt vlekken op de elementen, je krijgt kleuringen, bruine vlekken, witte vlekken. Dat kan van alles zijn. Daarnaast is het zo dat doordat een beugel heel veel kracht heeft, net eigenlijk als de tong die op de tanden springt, worden de wortels beschadigd. Dus doordat heel, met heel veel kracht de wortels gaat bewegen, gaan de wortels kapot. Ja, dan later weer. Wat daarnaast het gevaar is, is als we alleen maar letten op de vorm van de tanden, en de tanden proberen recht te zetten, maar we niks doen aan die tong die op die tanden springt, dan is het de kans meer dan 90% dat later de tanden weer terug gaan in de oude positie. Dus een beugel is weliswaar goed om de tanden recht te zetten, maar het lost niks op aan de oorzaak. En daardoor willen wij dat eigenlijk liever voorkomen. En daarnaast, als we dus een beugel gebruiken, een vaste beugel, dan moeten we dus ook levenslang een draadje achter de tanden plakken om die situatie hier vast te houden. Dus wat we eigenlijk willen doen, en wat ook bij Jano heel vaak opvalt als hij tv kijkt of speelt of iets, is dat tijdens het spelen de mond openvalt. En Jano ook veel door de mond ademt. En wat daardoor het gevolg is, is als de mond open is en we moeten wat slikken, is dat heel veel kracht bij de spieren, dus de onderlip en dit noemen wij de kin. Spier, of de mentale spier, dat er dan bij het slikken heel veel kracht wordt uitgeoefend op de ondertanden en op de onderkaak. En dat komt omdat de spieren in dit geval ontspannen zijn, maar eigenlijk zouden ze juist ontspannen zijn als ze gesloten zijn. En doordat ze juist nu ontspannen zijn en ze open zijn, hebben ze juist heel veel spanning nodig als ze dus de mond moeten sluiten. Dus het is beter om de lippen open te hebben of gesloten. Wat is beter, Jano, denk je? Is dit beter of is het beter om de lippen dicht te hebben? Dicht, dat is beter, hè? Zou je dat kunnen proberen voor mij als je daar zo man spraakt, kan ik dus nu met boven zonknoten? Dus wat wij doen is niet, de beugeltjes die wij maken zijn niet bedoeld om de tanden uit te lijnen, maar juist om deze spieren te ontspannen, om te zorgen dat ze niet meer die kracht op de tanden uit kunnen oefenen. En de reden dat dat zo goed werkt en waarom wij ook dit soort trainingen kunnen houden en dat dokters daarin geïnteresseerd zijn, is omdat een beugel alleen maar zich richt op het uitlijnen van de elementen van de tanden. Maar deze beugeltjes juist veel meer gericht zijn op de groei. Doordat wij ons richten op de groei, komt de onderkaak naar onderen en naar voren. Dus hebben we zeg maar een voorwaartse groei. En doordat we deze groei hebben, doordat de spieren dus niet meer die groei zeg maar terugwaarts kunnen drukken. Doordat het hele gezicht naar voren groeit en beide kaken naar voren groeien, hebben de tanden ook meer plaats. En daardoor worden de tanden ook recht. Dus het is niet het beugeltje wat met zoveel kracht op de tanden drukt, maar het is meer een hulpmiddel om de groei te ontwikkelen. Zal ik het nog een keer laten zien? Zie je wat er gebeurt als we het laten zien? Wat gebeurt ermee? Hij groeit, hè? Heb je het ook gezien, Jano? Dus wat je bijvoorbeeld kunt zien bij Jano, we zullen dadelijk foto's maken, dan kan ik het jullie later eventueel thuis nog wel extra uitleggen. Dus als dus door de mond geademd wordt in de rustpositie, is dat de tong automatisch in de onderkaak ligt en niet in de bovenkaak. En doordat die tong verlaagd is en eigenlijk de spieren niet op de juiste manier gebruikt worden, dan zie je eigenlijk dat die groei niet voorwaarts is, maar meer naar beneden en eventueel ook zelfs nog naar achteren. Wat wij eigenlijk willen bereiken met deze beugel is net dit stukje extra meer groei, zodat er meer plek is voor de tanden. Ja, dat moet dan wel voor dat alles uitgegroeid is. Ja, liefst zo vroeg mogelijk. Wat normaal gesproken het advies is bij een dokter is om juist te wachten totdat het volgroeid is, om het dan met heel veel kracht recht te zetten. Maar wij willen liever juist die groeifase benutten om het makkelijker te kunnen. En wat er daarnaast bij Jano ook gebeurt, en daarom is Jano ook zo'n goed voorbeeld, is doordat die onderlip en die onderspier zo actief is tijdens het slikken, is dat ook die onderkaak constant terug. Dus je ziet dan eigenlijk dat dit ontstaat, dit is de bovenkaak, dit is de onderkaak, dat dit gebeurt. Waardoor er ook ruimte is tussen de tanden als zij op elkaar bijt.
Dat zullen we dan straks ook nog aan jullie laten zien. Oké? Heb ik begrepen, Janne? Ja? Langzaam een beetje dicht. Wat daarnaast een probleem kan worden als Janne straks volgroeid is, is dat tijdens het slikken die spier van de kin heel actief is in de onderlip. En als we dus slikken, dan wordt die onder elkaar constant terugwaarts gedrukt. En je ziet dat hier, in het, dat noemen we dan het kaakgewricht. Dat is eigenlijk een heel gevoelig gewricht, omdat daar juist heel veel zenuwen samenkomen. Dit is eigenlijk het gebied in het lichaam waar de meeste zenuwen samenkomen. Dus als je kunt je inleggen dat als Janne slikt en hij constant die onder elkaar terugdrukt, dat als hij straks 19 of 20 is en daar niks aan gedaan is, dat dan ook rugklachten, misschien kaakgewrichtklachten, nekklachten, etc. kunnen ontstaan. Dat kunnen we nu juist voorkomen door nu juist met een behandeling te starten. Dus het is meer dan alleen maar tanden recht zetten, het is juist eigenlijk problemen zeg maar voorkomen. En dit is dan eigenlijk wat er gebeurt als je wat meer gaat inzoomen en het wat gedetailleerder gaat bekijken. Dus hier zit zeg maar de spier en hier zitten alle zenuwen. Ja. Als je die constant gaat belasten bij het slikken, dan, ja, dan kan dat tot erge problemen leiden. Hoe vaak denk je dan dat je per dag slikt? Kun je eens een keer slikken van mij? Hoe vaak denk je dat je dat per dag doet? Hoe vaak denk je dat je dat doet? Eén keer of twee keer of drie keer of meer? En wat denk jij? Ook vijf. Als je eet moet je ook slikken, hè? Ja. Elke happen. Het is eigenlijk nog veel meer. Het is bijna 3000 keer. Dat is veel, hè? 3000. Dat is veel meer dan vijf, toch? Dus wat ik daarmee bedoel, Ellie, is als je dus 2 tot 3000 keer per dag op deze manier slikt, zeg maar, en zoveel kracht op de onderkant uitoefent, dat dat dus later tot veel problemen kan leiden. En dat is eigenlijk wat je bij dit meisje ook ziet, doordat zij op deze manier slikt, is eigenlijk de groei meer terugwaarts gericht. En je ziet dat we eigenlijk veel meer potentie hebben in de groei. Deze bitjes die zorgen ervoor dat juist die groei zich verbetert en dat het ook beter tot zijn recht kan komen. En wat ook bij Janno zal opvallen is als we dadelijk wat gedetailleerder gaan bekijken, is als die slikt is, dat dan juist zoveel kracht en zoveel beweging. Ja, ik weet niet of je dat bij Janno ook wel eens is opgevallen. Ik zie nu eigenlijk dat zijn lippen zeg maar open zijn, dat als hij dadelijk een keer slikt, dat hij 2 keer per bloed moet doen, dan zie je eigenlijk dat die spieren heel krachtig zijn. En dat is juist de reden dat we hun onderkaak iets te ver hebben. Ik moet zeggen, ik val me wel op, als hij gewoon drinkt, dat hij heel serieus drinkt, moet ik zeggen. Ja. Heel erg geconcentreerd, altijd drinkt. Ja, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken omdat hij niet precies weet hoe zijn tong gebruikt moet worden. En dat hij zich heel goed moet concentreren om ook goed te kunnen slikken. Zodat hij niet te veel in één keer binnenkrijgt. Zie je wat er gebeurt, Evie? Wat doet het meisje als ze slikt? Wat zie je? Ja, lippen dicht, maar je ziet ook heel veel dat de spieren heel veel kracht uitoefenen. En dat willen we eigenlijk een beetje oefenen. Dus waar dit, deze behandeling eigenlijk met name om gaat, is op de juiste plek brengen van de tong. Dus je ziet dat de tongtipje eigenlijk net achter de voortanden moet liggen. Dat hij de tanden niet aanraakt. Kun je eens proberen om je tong op dat plekje te leggen, Evie? Je mond is open. Hier moet jouw tong liggen op dit kleine plekje. Kun je dat proberen? Weet je welke letter je zou moeten zeggen om die plek te krijgen? Welke letter is het? De N. Probeer eens de N te zeggen. Zie je dat dan je puntje van je tong? Weet je wat je dan heel vaak moet zeggen tegen mama? Nee. Wat daarnaast gebeurt is als we de tong op de juiste plek leggen, dan zie je dat hier eigenlijk veel meer ruimte ontstaat. En dat betekent dat ook de ademhaling door de neus pakken. Ik ga ervan uit. Hij is zeker van dat Janno s'nachts ook zijn mond open heeft en dat hij misschien zelfs wel snurkt. Is dat wel eens opgevallen? Snurken. Snurken gebeurt vaak doordat de mond s'nachts openvalt. En als de mond openvalt, valt de tong naar beneden en valt de tong ook automatisch terug. En dan wordt eigenlijk de luchtweg steeds smaller. En als de luchtweg smaller wordt,
dan ontstaan er trillingen zeg maar, in de keel. En daar ontstaat ook het snurk. Het is wel zo als ik een blikje wakker maak, s'avonds, dan zit hij hier zo aan. Ja, droge mond. Ja, dat heeft te maken met mondademing. Ja. Oké. Wat wij voor deze behandeling gebruiken is een serie van verschillende appliances, verschillende pitjes of beugeltjes. Het zijn zachte beugeltjes die wij gebruiken. Kunnen we volgen? Обычно всегда рядом с консультационным столом лежат аппараты. Deze beugeltjes niet helemaal. Он дает ook детям, чтобы они посмотрели, потрогали, что-то. Deze beugeltjes die zorgen ervoor dat de tong getraind wordt. Daar zit een klein lipje op. Het lipje zorgt dat de tong op de juiste plek gaat. Dus als je het apparaatje in je mond doet, dan moet de tong er tegen dit puntje aankomen. Daarnaast is er een soort garage voor je tong, waar je de garage parkeert, zodat de tong niet meer tegen of tussen de elementen tussen de tanden drukken kan. Nou, wat je hier ziet even aan de voorkant zijn deze kleine nopjes. Kun je dat voelen? Kun je dat ook voelen, Jan? Het zijn mijn nopjes zorgen ervoor. Он может показать на типодонте, как этот аппарат находится во рту. Сейчас здесь нет, надо. Goed. Dus welke kant moet er altijd boven? Die. Goed zo. Может спросить там, какая часть идет на. Wat we tijdens de behandeling dan meestal gebruiken voor alle kinderen is een serie van appliances. We beginnen altijd met deze, met zeg maar de zachte appliances. En we stappen later op wat iets hardere appliances. Het is nog steeds zacht aan de buitenkant. Aan de binnenkant heeft hij een kern of een steunkern. En die is wat harder, zodat we wat meer zeg maar, naar boven krijgen. Ja, we beginnen hiermee, dus 4 tot 6 maanden. Daarna 4 tot 6 maanden wat hardere appliances. En dan als laatste fase 4 tot 6 maanden nog hardere appliances. Zodat ook zeg maar, het resultaat wat we bereiken, wat we dan ook kunnen vaststellen. We hebben gezegd dat we apparaten speciaal hebben. Dus je bent ongeveer met die behandeling ongeveer anderhalf jaar bezig? Ja, tot anderhalf gemiddeld. Maar dat is ook juist waarom we zo vroeg willen beginnen. Want bij Evi zal het misschien minder lang duren dan bij Janne, omdat Janne alweer wat ouder is. Zie je even hoe het trainertje werkt? Dus hij gaat zeg maar over de tanden heen en dan komt de tong komt in de trainer te liggen. En doordat de tong hier ligt, wordt je kaak ontwikkeld en dan gaan de tanden weer recht staan. Zie je dat? Рассказывает, на каком стадии лечения, какие есть цели, из чего достигают аппараты. Wat eventueel zou kunnen als het kind wat ouder is, maar dat is bij jou nog niet het geval, dat is vaak pas vanaf een jaar of 9, is dat we eventueel wat extra apparatuur nodig hebben om de kaak te verbreden. Heb je hem al ingedaan? Goed zo. Je hebt hem al in. Kun je hem inhouden, denk je? Kun je dat proberen? Waar ligt je tong nu? Ligt je tong tegen dit plekje? Goed zo. Moeten we altijd zijn lipjes op elkaar houden. Probeer eens. Goed zo. Wat we eventueel ook nodig kunnen hebben bij oudere kinderen is extra naast zeg maar deze ding, een plaatje in de kaak wat je dan één keer per week een kleine draai geeft zodat de kaak als je te laat bent inderdaad. Dus bijvoorbeeld bij Jano zitten we in de vroege wisselfase, noemen wij dat. Dus als hij gaat beginnen met wisselen. En wij kiezen dan over het algemeen voor de appliance in het MyoBrake systeem. Bij Jano is de onderkaak niet te ver naar voren, maar eerder te ver terug. Dus dat betekent dat we bij Jano waarschijnlijk deze appliances zouden aanbrengen. Dus we beginnen inderdaad met de zachte. En dan na 4 tot 6 maanden voor andere. En dan later wat ik daarnaast bij Jano zou aanbevelen is om de lippen extra te trainen. Is de liptrainer. Dat is een appliance om actief de lipspieren te trainen. Zeg maar zo voor de feest dat we dat gaan trainen, zodat hij wat makkelijker de lippen op elkaar kan houden als hij geen pitje in zijn mond heeft. Oké? Ja, dat was bij de logo last van met ijsstokje. Met logo bediend. Ja, alleen dit is wat meer gaat eigenlijk over de hele spier heen. Dus je traint echt de complete mondspier. En wat logopedie normaal gesproken gebeurt, is wat meer gericht op de voorkant. Je hebt bijvoorbeeld de knopen met een touwtje waar je dan aan kan trekken. Maar dit is over het algemeen wat beter dan op de hele spier. Ja. Wat jullie dan moeten doen, Evi en Jano, is als je dus de trainer hebt, dan gaan we morgen ook nog een kleine oefening doen. Die gaan we dan bij de tv-scherm. En dan gaan we trainen dat jullie door de neus ademen. Dus dat jouw lippen altijd op elkaar zijn als je naar mij luistert.
Wat we daarnaast gaan doen is om de tong te trainen in de juiste plek te liggen. Что основные упражнения это чтобы этот язык точно покоя, восстановление дыхания и на правильную работу языка. Dus het doel van deze behandeling zijn eigenlijk een aantal punten. We zien hier 8 punten. Het is Engels, maar rechte tanden is bij ons niet het hoofd. Dus we zijn eigenlijk geen orthodontisten, maar we zijn meer spiertrainers. Doordat we juist gaan trainen door de neus te ademen, de lippen gesloten te hebben in de rust, de tong op de juiste plek en geen spieractiviteit bij het slikken. Dus niet zeg maar deze beweging. Als we die eerste 4 punten kunnen bereiken, dan zullen die laatste 4 punten automatisch volgen. Doordat als we de spieren op de juiste manier gebruiken, kan het gezicht en de kaken op de juiste manier groeien. En dan zie je dus dat we een goede gezichtsontwikkeling hebben, een normale occlusie zoals we dat noemen. Dus zeg maar rechte tanden in de juiste verhouding tot elkaar. Rechtere tanden en wat we dan niet nodig hebben is een vaste beugel. We hoeven dan ook geen gezonde tanden te trekken om meer ruimte te krijgen. En we hoeven ook geen draadje achter de tanden te plakken als we dan met de behandeling klaar zijn. Oké? Dan wist je niet dat er maar beugels was. Later een braak had. Als je dat niet hebt, dan gaan ze in een paar maanden weer terug in de oude plek. Dus dan heb je 2 of 3 jaar voor niks gedragen. Dat is wat ook bij heel veel mensen gebeurt. Wat bij jou nou een klein beetje de situatie is, het is niet zo erg als in dit geval, maar het kan wel, als we niks zouden doen, kan het wel in die richting misschien erg worden. Ja, ik zal het straks bij jou wel iets verder uitleggen. Als we dus de appliances dragen, dus we beginnen zoals je ziet altijd met een zachte, dus die Evi zeg maar heeft. We zullen dan later gedurende de behandeling op hardere appliances overstappen, dus zeg maar de tweede fase. En dan zie je al dat het wat meer in de juiste richting gaat. En dan zie je ook dat aan het eind van de behandeling dit kan veranderen in dit. En dat is dus zonder beugel. Over het algemeen een jaar tot anderhalf jaar ongeveer. Juist ook omdat we bij kleinere kinderen beginnen. En je ziet ook wat de tong kan bereiken. Dus hier is de bovenkaak is eigenlijk smaller dan dat die zou moeten zijn. En als we de tong gaan leren in de juiste plek te blijven, dan zie je ook dat de bovenkaak breder is. Ребенок регулярно носил аппарат. Ребенок тоже понимает, что результата не будет, если он... В других случаях, где, например, underkaak smal is, wat verder terug ligt, waar ook de boventanden wat scheef staan. Waar je dus ook met een zachte en harde appliance traint. Dus вы можете показывать вообще, можете показывать много, зависит от интереса. De reden dat we dit willen doen is omdat dit eigenlijk stabiel is, dus er is geen risico dat het teruggaat in de oude positie. Omdat we de juiste oorzaak hebben behandeld en niet alleen maar hebben geprobeerd om de tanden recht te zetten. Ja, dus bij een beugel is het zo dat de groei verkeerd is en je gaat die groei met heel veel kracht ga je die corrigeren, maar die wil eigenlijk weer terug in de oude positie. En we gaan nu tijdens die groeifase gaan we het juist in de juiste richting sturen, zodat het niet in de oude plek teruggaat. Als het positief op het gezondheid van het kind is, dan is het een beetje... Wat is het verschil? Wat is het verschil? Zou je liever deze tandjes hebben of deze? Deze? Welke zou je liever hebben? Ook die? Ja, dat dacht ik al. Die zijn veel mooier, hè? Dus wat we dan zo meteen willen doen is, normaal gesproken als we de behandeling zeg maar, bij een patiënt starten, is dat we een nieuwe afspraak maken dan in de praktijk. Dat doen we vandaag nu dadelijk meteen. Omdat we dan graag foto's willen maken van het gebit, om te zien hoe het nou precies is. Wat we normaal gesproken ook doen, maar niet vandaag, omdat wij hier geen water hebben, geen elektriciteit, is afdrukken. Dus dan krijg je zeg maar een gipsmodel van de tanden. Zodat je ook thuis kunt zien hoe het eruit zag van tevoren en na de behandeling. Mm-hmm. En wat we normaal gesproken ook zouden doen is een röntgenfoto maken van het gebit. Van het wat de complete kaak afdekt. Zodat we ook kunnen zien bij Janno waar de blijvende tanden die nog door moeten komen zijn in de kaak. Of die er überhaupt zijn. Het komt bij sommige kinderen ook wel eens voor dat bijvoorbeeld voortanden wel de uitvallen, maar dat er geen nieuwe tand doorkomt. En dan zou het kunnen zijn dat de kaak weer smaller wordt en dat er juist een gat is. En dat de andere tanden zich aan die kaak gaan opvallen. Heb je het ook begrepen? Dus ze betalen per jaar? Ja.
Плюс за посещение, но не за аппарат. Deze, want dan kunnen we zien hoe mooi jullie tandjes zijn. Want die meneer had al gezegd dat jij heel mooie tandjes hebt. Ja, там же обычно. Nee, is niet moeilijk, maar we zijn meteen bij hem. Dus обычно первая консультация бесплатно, да, с месяца доллара стоят фотографии. Там же нужно надо Vragen? Ja. Nieuwe informatie gekregen waarschijnlijk? Dat zou ja, ik ben er wel een stuk langer van geworden. Heb je nou een idee wat ik hier doe? Ja, okay. Ja, okay. De patiënten, dan fotografie. Heb jij een vraag gegeven? Nee. Nee? Is alles duidelijk? Het is een beetje een regina in de laboratorie. Nee? Alles duidelijk? Wil je nog iets weten? Ja, nee, maar ik wil het. Alleen het is niet bij iedere tandarts bekend, dus dat is een beetje ons probleem. Dus wij proberen juist door dit soort trainingen, met ook van dokters uit Rusland, ook uit Nederland, om juist te leren hoe ze het moeten uitleggen, omdat veel ouders niet weten wat het probleem is. Ja, want ik zeg, als je het vergeet, maar je moet goede uitleggen, goede... Wat vaak ouders ook niet weten is dat juist nu het de juiste leeftijd is om iets te doen. So take records or evaluation first? Do evaluation. Okay. I think we probably should do that. Outside the spirit. Outside. Yeah, here we can do the. Well, we do it in the right order. So we do the teeth first, and then. Shall we come out of this room too? Yeah, he will come out of this room. Where are we doing that? Where are they coming?